Welkom bij weer een nieuwe NEC Update. Met nog twee wedstrijden te gaan voor de winterstop wordt het spannend, want NEC zakt steeds verder weg. Wie had dat aan het begin van de competitie kunnen verwachten, dat we met de winterstop punten hard nodig hebben om weg te blijven bij die degradatieplekken. Verlies afgelopen zondag tegen PSV. Hoe zit je dan in die bus terug? We hebben de schade beperkt gehouden of toch ook wel onvrede omdat je heel weinig hebt gecreëerd? Ja, beide. Beide. We hadden denk ik meer gehoopt en ook meer kunnen doen dan dat we hebben laten zien. Maar uiteindelijk denk ik dat je nog niet eens zo gek veel kans hebt weggegeven. Buiten de goals hadden we een kans van Gakpo en een kans van El Ghazi en Marouaker. Dus dat viel op zich nog wel mee. Alleen ja, als je 3-0 aan de klote krijgt, dan ga je nooit tevreden naar huis. Nee. Nou probeerde je ook wat uit tegen PSV. Dat was Tanaan en Tassan voorin. In mijn ogen is dat niet helemaal geslaagd. Nee, ja, dat is altijd achteraf kun je die conclusie trekken natuurlijk. We hebben het getraind en we hadden er een bepaalde bedoeling bij. En wat ik zeg, we hebben ook zeg maar, een heel groot gedeelte van de eerste helft teruggekeken, gewoon als groep. En ja, daar hebben we ook gezien dat hetgeen wat we afgesproken hadden, dat was er zeker. Alleen ja, dan de kwaliteit om het eruit te spelen, nou, dat moest beter. En dat experiment nemen we mee, maar dat zal morgen niet naar boven komen. Nee. Hey, NEC en VAR, dat worden volgens mij nooit vrienden. Nee, dat heeft ons de afgelopen 2 jaar nog niet zo vaak meegezeten, moet ik eerlijk zeggen. En ja, nu waren er ook een hoop discutabele momenten. En ik denk ook nog de penalty van Ibrahim die nog teruggekomen is. Nee, ja, het klopt wat je zegt. Op dit moment is dat niet de beste huwelijk. Ja, en dan, er is weinig vertrouwen in het team. Vooral voorin is er geen vertrouwen. Je zag ook afgelopen zondag met de wissel van Tafsan. Hè, die was ook niet blij met die wissel. Dan heb je een ervaren man als Schöne, natuurlijk ook aanvoerder. Kan hij daar wat mee? Wij spraken met Lasse Schöne. Ik weet niet of het echt vertrouwen mist. Maar het moet wel een keer even goed vallen, laten we het zo zeggen. En dat ligt natuurlijk bij ons en niet bij niemand anders. We gaan absoluut geen vingers wijzen. Maar het is wel zo dat wij niet in de beste fase zitten, ja. Nee, nou heb je een aantal ervaren mensen in het team zitten. Denk aan Sillissen, denk aan Tanane, maar jijzelf natuurlijk ook. Wat kunnen jullie betekenen? Ja, doe eigenlijk wat je kan. En niet alleen binnen de lijnen, maar natuurlijk ook buiten de lijnen. We hebben goede gesprekken gevoerd deze week. En ik weet dat dat een beetje klassiek is, omdat het allemaal goed komt. Dat is absoluut niet het geval. Maar ja, zoals ik zei, het is gewoon dat we 2 belangrijke wedstrijden hebben. Die moeten gewonnen worden. En dan ziet het er een keer heel anders uit. Maar goed, we hebben eerder dit seizoen gezien dat winnen bij ons niet vanzelf komt. Ik denk dat je dit aan het begin van het seizoen niet verwacht had, dat je vlak voor de winterstop op plek 15 zal staan. Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dat is, het hadden we niet verwacht, niet gehoopt. Maar de realiteit is dat we daar nu staan. En dat 2 hele belangrijke wedstrijden aankomen. En dan de eerste horde voor de winterstop. Dat is Cambuur. Ze staan 1 plekje onder NEC. Wint Cambuur, komen ze een punten gelijk. Maar wint NEC, dan doe je gelijk weer een sprong naar boven. Dus dat zal wel lekker zijn. Maar NEC wist er nog niet vaak te winnen daar in Leeuwarden. Kortom, er ligt weer een uitdaging. Je weet, Cambuur uit is nooit makkelijk. De ondergrond is anders. Dus dat zal geen makkelijke wedstrijd worden. Maar aan de andere kant is het wel een wedstrijd die wij kunnen winnen. Ja, want voor Cambuur die willen graag de aansluiting ook zoeken met de 3 punten. Maar voor jullie 3 punten is heel belangrijk, want dan kun je weer iets meer omhoog gaan kijken. Nee, ja, dat is altijd 3 punten is het allerbelangrijkste. En zeker voor ons, hè, omdat het lang geleden is, is dat iets wat we graag willen. En daar is morgen de eerste kans voor en Cambuur zal er ook zo in zitten. Dus ja, we zullen denk ik als elftal heel veel strijd moeten leveren, energie moeten leveren. Daar moet het mee beginnen en dat we kunnen voetballen, ja, dat weten we. Wat verwacht je van Cambuur? Ja, het is natuurlijk daar, ze spelen thuis. Je weet hoe het publiek daar bovenop gaat zitten. En, kunstgras? Ja, daar ben ik geen fan van natuurlijk, dat voorop stellen. De meesten zijn daar geen fan van, maar natuurlijk zal iets in hun voordeel, ongetwijfeld. Maar daar gaat het niet aan liggen als we daar een slecht resultaat zouden halen. Daar kunnen we niet het veld de schuld geven. Maar een doelpunt heb je nodig in ieder geval om daar te winnen. Dus voorin moet er weer wat gebeuren. Is Di Mata dan weer een oplossing? Of ga je toch weer terug op Marquez, waar je de afgelopen wedstrijd mee gestart bent? Daar zal er morgen zeker een van spelen. Ja. Ik hou het even voor mezelf welke opstelling we hebben. Maar we zullen wel met de spits spelen. Ja. Vrijdagavond voetbal in het hoge noorden. Als het soms stil is, dan hoor je de zeehonden zelfs huilen. Om 8 uur wordt er afgetrapt daar in Leeuwarden. En dat is natuurlijk ook weer live te volgen op de radio bij RN7. Graag tot de volgende update.